Het journaal Laat met Goedele Wachters. Goedenavond. Belangrijk nieuws voor de woonzorgcentra in Vlaanderen. Er mag weer wat meer bezoek naar binnen daar. Het is te zeggen, vanaf het moment dat in een rusthuis 90% van de bewoners en ook 70% van het personeel volledig gevaccineerd zijn, versoepelen de bezoekregels lichtjes. Het ene knuffelcontact per bewoner nu worden er twee en die mogen ook om de twee weken wisselen. Iedereen verlangt erachter dat dat weer is, like vroeger. Bezig ik toch, hè. Van binnen dat toch al zo. Hè. Je moet veel meer rep laten, hè, nu. Het is een heel lastig geweest. Je wordt er veel van spreken, maar als je dat samen meemaakt, is dat niet juist. Experts stellen ondertussen het percentage bij, de vaccinatiegraad die minimaal gehaald moet worden om te zorgen dat de hele bevolking beschermd is. Tot nu toe was 70% gezegd, maar dat zou eerder 80-90% zijn. Dat zeggen de specialisten nu toch. Het is veel, maar een haalbaar doel, denkt Vlaams minister Beke. Als ik kijk naar de cijfers die we in Vlaanderen vandaag halen, bij bijvoorbeeld het personeel in onze woonzorgcentra, 87%, dan is dat meer dan datgene dat we aanvankelijk hadden gehoopt. Dus ik zie vooral toch ook heel veel vaccinatiebereidheid en heel veel motivatie om dat te doen. En dat is een goede zaak en daar moeten we in de komende periode vooral nog aan verder werken. Er moet dringend een wereldwijd vaccinatieplan komen. Dat zegt secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties. Als we er niet voor zorgen dat iedereen aan vaccins geraakt, zei hij voor de Veiligheidsraad, dan zal het virus blijven muteren en dan zullen de vaccins hun kracht verliezen, wat de pandemie alleen maar zal rekken. De beschikbare vaccins nu zijn heel ongelijk verdeeld over de wereld. Yet progress on vaccinations has been widely uneven and unfair. Just 10 countries have administered 75% of all COVID-19 vaccines. Meanwhile, more than 130 countries had not received a single dose. And those affected by conflict and insecurity are at particular risk of being left behind. Europa koopt ondertussen wel nog vaccins bij. De Europese Commissie heeft 300 miljoen dosissen bijbesteld van het Moderna-vaccin. Eind vorig jaar had ze daar al 160 miljoen dosissen van gekocht. En ook bij Pfizer-BioNTech loopt een bestelling van ondertussen 500 miljoen vaccins voor 27 lidstaten. Dit is de enige verwarming die je nog hebt. Warmer, ja. Vroeger was hier een raam zeker. Dat raam is weg, is kapot. Dus dat is ook gevaarlijk, hè? We moeten zo leven hier. We moeten zo leven. Nee. Een behoorlijke woning vinden om te huren met een klein budget, dat is nog nooit zo moeilijk geweest als nu. Ons magazine Pano heeft dat vanavond heel concreet gemaakt. Onze collega's hebben een aantal mensen gevolgd die eigenlijk recht hebben op een sociale woning. Maar zo zijn er veel te weinig en dus moeten die mensen wel op de private huurmarkt zoeken. Ja, dat ziet er wel interessant uit. Echt maximum, dat zal 650 zijn, denk ik. Maar ja, er komt altijd wel gemeenschappelijke kosten bij. Het is altijd met kleine bedragjes dat wij komt zitten erover. Hè. En zo zit je inderdaad snel over de 600 euro per maand. Met een klein budget kan je geen duurdere woning betalen. Ze hebben mij altijd gezegd, je mag 1/3 van je loon eigenlijk nemen. Als ik uitreken, is dat eigenlijk een 500, 600 maximum. Het aantal van dat soort goedkope panden rond de 600 euro is het laatste jaar zelfs gedaald. Dat merken ook de vastgoedmakelaars. In het onderste segment, de mensen die het niet te breed hebben, dan zie je dat die markt gigantisch onder druk staat. 300 tot 500 kandidaten voor één bepaalde huurwoning. De makelaars vragen daarom extra aandacht van de Vlaamse overheid voor de huurmarkt. Meer steun aan verhuurders en huurders. Het aanbod van betaalbare kwaliteitsvolle woningen is veel te laag. En we zien dat dat enkel in evenwicht kan komen als we ook de overheid daar een rol in geven. Maar dat betekent wel dat een overheid ook moet durven ingrijpen op die private huurmarkt.
Budgetproblemen die zijn er meer en meer. En dat merken ze ook bij de voedselbanken, die vorig jaar ongeveer een kwart meer eten uitgedeeld hebben aan mensen die dat nodig hebben. De voedselbanken krijgen hun voedingswaren normaal van supermarkten of van de Europese Unie. Maar in het coronajaar werd de vraag zo groot dat ze er zelf moeten aankopen. Het was dus uitzonderlijk. We hebben normaal gezien nooit de middelen daarvoor gehad en nog niet. Dus wij hebben die middelen moeten krijgen door giften. Giften van aller soorten herkomst. Van burgers, van ondernemingen, van organisaties en ook van de federale overheid. Prinses Delphine heeft voor de eerste keer een officiële activiteit van de koninklijke familie meegemaakt. Ze was mee uitgenodigd op de herdenking van de overledenen van de familie. Elk jaar is dat op 17 februari. Door corona was er geen herdenkingsmis, maar wel een bezinningsmoment in de koninklijke crypte. En het paleis postte daar foto's van op zijn sociale media, ook van prinses Delphine dus en haar man Jim. Dat Delphine mee uitgenodigd is, noemt het paleis een logische evolutie. Sinds begin oktober is ze officieel de dochter van koning Albert. Vader en dochter hebben elkaar vandaag wel niet gezien, want elke bubbel kwam apart. Prins Philip, de man van de Britse koningin Elisabeth, ligt in het ziekenhuis. Het is een voorzorgsmaatregel. Hij voelde zich niet goed. Hij is 99 jaar. Er wordt verwacht dat hij enkele dagen in het ziekenhuis in Londen zal blijven. Met corona zal zijn opname niets te maken hebben. Voor de eerste keer sinds meer dan een jaar heeft de vrouw van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zich nog eens laten zien. Ri Sol-ju woonde samen met haar man een concert bij in de hoofdstad Pyongyang. Volgens sommigen leeft de vrouw in afzondering uit vrees voor het coronavirus. Officieel is er in Noord-Korea helemaal geen corona. En in Atlantic City, een gokstad in de Amerikaanse staat New Jersey, is Trump Plaza tot ontploffing gebracht. Het project van de latere president Donald Trump was ooit het meest succesvolle casino van de stad. Het gebouw van 39 verdiepingen was vervallen nu en het stond in de weg ook voor andere plannen in Atlantic City. Grote delen van de Verenigde Staten beleven extreem koude dagen momenteel. Er zijn al zeker 21 doden gevallen door die kou. En in Texas zitten net nu meer dan 2,5 miljoen gezinnen zonder stroom. In Nebraska duikt de temperatuur zelfs 30 graden onder nul. Texas ligt in het zuiden van de VS, normaal een plek waar ze zelfs in de winter gewend zijn aan milde temperaturen. Maar nu waren er plaatsen waar het kwik zakte tot min 18 graden Celsius. Dat is het koudste weer in 30 jaar tijd. Tot overmaat van ramp slaagde de elektriciteitsmaatschappijen er niet in om het hoofd te bieden aan de extra vraag naar energie. Om een algemene stroomonderbreking te voorkomen, werd in verschillende regio's de elektriciteit preventief afgesloten. De meeste huizen in Texas zijn niet geïsoleerd omdat dat doorgaans niet nodig is. Maar met deze koude was het ondoenbaar, zeker zonder stroom. Daarom werden op veel plaatsen opvangcentra ingericht voor mensen bij wie het te koud was. We have people coming 3, 5 in the morning, all night. They're coming all night long. And I've heard people say, I put my pride to the side. I've heard that a couple of times. It is cold outside. And people who would not normally come into a place like this are happy to be here. In Rwanda, in Afrika zijn we dan, is het proces begonnen tegen Paul Rusesabagina. De man die beroemd is geworden door de film Hotel Rwanda. Tijdens de genocide van 1994 heeft hij meer dan 1000 Tutsi's gered. Maar nu staat hij terecht voor terrorisme. Zijn familie zegt dat hij ontvoerd is en dat hij geen eerlijk proces zal krijgen. Onze regering volgt de zaak van nabij, want Rusesabagina heeft de Belgische nationaliteit. In Rwanda wordt het proces tegen Rusesabagina en zijn medebeklaagden, allemaal in roze gevangenispak, live uitgezonden, want het is een belangrijk terrorismeproces. De hoofdbeklaagde is dus een Belg. Paul Rusesabagina werd wereldberoemd door de Hollywoodfilm Hotel Rwanda, over hoe hij als hotelbaas meer dan 1000 levens redde tijdens de genocide. Sir, I have more money actually.
Rusesa Bagina is intussen een fervent tegenstander geworden van de Rwandese president Kagame. Uit angst voor represailles vluchtte hij naar België. Hij kreeg hier de Belgische nationaliteit. In augustus vorig jaar neemt hij een risico en vliegt hij naar Burundi, buurland van Rwanda. Maar zijn vliegtuig wordt omgeleid en landt in Rwanda, waar hij onmiddellijk opgepakt wordt. Volgens mensenrechtenorganisaties en volgens zijn dochters in België is hij ontvoerd. He was going to the Burundi for speaking to a church and to speak about his rhetoric and humanitarianism as he does all the time, but we found out that he was taken forcefully to Rwanda. Rusesa Bagina staat nu terecht voor terrorisme. Hij zou rebellen steunen die dodelijke aanslagen hebben gepleegd in Rwanda. Op de Australian Open heeft een Belg de finale gewonnen. Rolstoeltennisser Joachim Gerard. Hier speelt hij onderaan in beeld. Hij won van de Brit Alfie Hewitt. 3 sets, 6-0, 4-6 en 6-4. En het goud was binnen. Gerard overgelukkig, overduidelijk. Het is zijn allereerste Grand Slam-titel, maar hij is ook heel dankbaar voor zijn begeleiders. First for me, and that's been a lot. A lot of hard work with those two guys and then some other at home. And I want to thank them so much, because even if it's me who do the last work, they are with me, they are behind me, they are all the time. And without them, I cannot lift this trophy today. Voor de Spanjaard Rafael Nadal is de Australian Open afgelopen. Hij werd in 5 sets naar huis gespeeld door de Griek Stefanos Tsitsipas. Die kwam eerst nogthans 2 sets achter, maar hij vocht zich nog naar winst. Tsitsipas speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de halve finale tegen de Rus Daniil Medvedev. Bij ons begint het wielervoorjaar bijna. Volgende week zaterdag, 27 februari, wordt de omloop het Nieuwsblad gereden. Zonder supporters wel. En ook de koersen erna zullen het zonder publiek moeten doen. Tot en met de Ronde van Vlaanderen zijn de fans niet welkom. Een pril lentegevoel in de Vlaamse Ardennen. Het is hier nog heel rustig. Maar ook tijdens de voorjaarskoersen zal het hier kalmer zijn dan normaal. De beslissing om geen supporters toe te laten langs het parcours is niet echt een verrassing. Vorig jaar was de Ronde van Vlaanderen ook al zonder publiek. De Ronde van Vlaanderen was 18 oktober en in november wisten we eigenlijk al van er gaat maar één optie zijn in het nieuwe voorjaar. Dat komt er heel snel aan en het zal niet zijn dat plots alles terug zal kunnen. Het is heel erg sneu, maar tegelijkertijd zijn we ook heel erg blij dat we het vorig jaar zo goed gedaan hebben, dat we echt een standaard gezet hebben. Alles hangt af van de discipline van de wielerfan. Als de wielersupporter zich op 27 februari opnieuw goed houdt aan de maatregelen, dan gaan we een fantastisch voorjaar met veel koers kunnen beleven. En dat is de oproep en dat is de boodschap. Maar het blijft natuurlijk balen. De horeca-uitbaters langs het parcours hadden nog een beetje hoop, zoals hier aan de voet van de Koppenberg. Voor hen is dit een drama. Het is echt triestig, het is echt triestig. Maar vooral, het is het volk die me mist. Je wordt er een beetje emotioneel van, hè? Ja. Dus ja. Dus ja. Het is krokusvakantie. Tijd voor het jaarlijkse JEF, het Jeugdfilmfestival. De 33e editie van dit feest van de jeugdfilm speelt zich wel helemaal online af. Het publiek kijkt thuis en ook de kinderjury beoordeelt thuis de films. Anders, maar daarom niet minder leuk, horen we. Anna maakt zich klaar voor haar middagsessie film kijken. 26 films moet ze zien deze week. 10 langspeelfilms, 10 kortfilms en 6 documentaires. Het is heel veel werk, maar ik vind het echt superleuk. Die films, sommige zijn echt die ik nog nooit heb gezien. En sommige, dan verwacht je daar gewoon niet van. En dan is het gewoon leuk om nieuwe dingen te ontdekken van films. Grab a seat, fellow traveler. What's your story, kid? I got lost. And... lost? None of us are lost. En Anna, eerste indruk? Ja, heel leuk. Ja? Ja, ik vind het heel leuk. Nu al. Ik let op de personages, op de kleuren ook, op het verhaal zelf.
En op de muziek soms ook, op de achtergronden, want dat is eigenlijk ook wel belangrijk. Na de film bespreekt Anna met de andere juryleden wat ze ervan vinden. Anna, ik zeg jou ook nee knikken. Wat vond jij? Het verhaal en de personages vond ik allemaal wel leuk. Het is gewoon superleuk dat er over afval ook gewoon eens een film is. Je voelt ook echt dat er heel veel discussies zijn. Niet dat we tegen elkaar beginnen te roepen, maar dat er wel andere meningen zijn. Er zijn echt heel veel verschillende. Maar echt heel veel. Dus het wordt niet gemakkelijk? Nee, het wordt echt niet gemakkelijk. Gemiddeld 2 langspeelfilms per dag, dat vraagt af en toe om wat beweging. Wij kijken nog naar het weer. Morgen kan het vooral na de middag gaan regenen. De maxima morgen zit rond de 12 graden. En vandaag eindigen we in Amsterdam, waar een halfnaakte schaatser veel aandacht wist te trekken van de mensen op de kade. Hier komt hij en hij trekt zeker de aandacht wanneer de man in volle glorie door het ijs zakt. Jawel, epic fail, zeggen ze dan zeker. Gelukkig was er een beetje later wel een reddende engel op schaatsen met een touw om de arme man uit het koude water te halen. Ik wens u nog een mooie avond toe en een warme nacht ook wel. Tot morgen. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.